Ik weet niet of jullie dit liedje kennen. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Ik weet niet, op de een of andere manier was dit liedje 10 jaar geleden echt een hit. En met dat liedje zat ook een spel, namelijk Dumb Ways to Die. Je had namelijk gewoon domme manieren om dood te gaan. En jij moet voorkomen dat je poppetjes doodgaan. Het is vrij simpel, maar wel een erg leuk spel. En ik had eigenlijk al een tijdje niet meer van dit spel gehoord. Ik heb het vroeger wel eens gespeeld voordat ik nog met YouTube bezig was. Daarvoor speelde ik dit spel al. Maar ik zag het in één keer gewoon weer in de top van de App Store staan. Gewoon echt nummer 3 of zo. Ik dacht, huh? Hoe kan dat? Hoe kan dit spel in één keer weer zo hoog staan? Terwijl dat het al wel een wat verouderd spel is. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga het een keertje downloaden. En toen kwam ik erachter dat het gewoon best wel een goed spel is, wat gewoon doorontwikkeld is. En het is best wel heel erg leuk. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan dit spel gewoon een keertje spelen. En ik ga kijken of ik een nieuw record kan halen hier in Dumb Ways to Die. Zou wel nice zijn als dat natuurlijk gaat lukken. Maar als jullie er zin in hebben, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. 1000 likes en dan kunnen we binnenkort misschien nog zo'n Dumb Ways to Die video maken. Zou natuurlijk nice zijn. En checkbouse.nl voor je mousekleding. Maar laten we maar beginnen. En dan zien jullie vanzelf hoe dit spel speelt. Je hebt dus allemaal... Oh, dit moet trouwens niet. Dit moet eventjes weg. Ja, maar je hebt dus allemaal domme manieren om dood te gaan. Dus je moet hier heel rustig bij langs lopen. En oké, ik ben nu gepakt. Nou, ik ben dus nu dood gegaan. Maar je hebt in totaal 3 levens. En als die 3 levens weg zijn, dan moet je dit goed doen. Oké, nu heb ik ook niet goed opgelet. Word ik weer opgegeten. Ah, dat is oké. We beginnen even opnieuw. Dit ging niet goed. Dit potje kunnen we al vergeten. Maar jullie snappen het idee. Je moet gewoon niet doodgaan. Zelfde als nu. We zitten in de vuilniszak. En we moeten de pionnen niet raken. En op het moment dat je pion raakt, val je. En dan kom je er onder de auto terecht. En als je dat niet doet, dan overleef je het. En ga je door naar het volgende level. En het doel is om dit zo lang mogelijk vol te houden. En het wordt steeds moeilijker. Moet hier... Ja, een vuurtje maken. Top! We moeten stap bij stap bij stap... Bij stap, bij stap, bij stap, bij stap. En dan hebben we het gehad. Oh, net gingen we hier aan. Ja, sommige levels heb ik ook nog niet heel veel gespeeld. Ik heb het wel wat gespeeld, maar sommige nog niet helemaal. Deze weet ik wel. Je ziet piranha's en die moet je snel wegswipen. Zodat ze niet de benen opeten van mijn poppetje. Ook gehaald. Oké, we hebben 625 punten nu. We moeten jullie wegvegen voordat de trein eraan komt. Ja, en hoe verder je komt, hoe sneller het gaat, hoe moeilijker het wordt. Oh ja, deze is ook mooi. Je hebt een vork in een rooster. En als je dan het ijzer raakt, dan elektrocuteer je jezelf. Ik vind het irritant dat die notitiesding hier staat. Dat moet niet. Oké, we moesten blijkbaar gewoon op gereed drukken. Oh man, oh man, oh man. Oké, heb ik dit level nu gehaald? Nee, dit heb ik ook niet gehaald. Helemaal de frustratielevel zat eventjes heel erg hoog. Soms heb je van die dingen op je iPad of op je mobiel. En je gebruikt het nooit. Op de een of andere manier komt het in één keer in het scherm. En dan in één keer denk je, ja shit, hoe krijg ik het nu weer weg? Nou, het is uiteindelijk gelukt. Nu gaan we nog een keer spelen. Oké, we moeten de wespen wegdrukken, dus dat is prima. Maar hoe verder je komt, hoe meer nieuwe levels je ook krijgt. En dan wordt het ook wel lastig om die natuurlijk te halen. Oké, we hebben hier kots. Nou, dan moesten we gewoon wegvegen. Dat was niet zo ingewikkeld. Oké, time your steps, tiptoe. Ja, moet even rustig stappen. En dan moet ik dus drukken. En het scherm loslaten op het moment dat we bijna de grond raken. Zodat de voetstappen niet te hard op de grond komen. Anders wordt de beer wakker. En jullie hebben net gezien wat er dan gebeurt. Oh, deze hadden we net ook. Ja, deze hadden we net ook. Gewoon even de pion ontwijken. Ja, dit is op dit niveau nog niet heel moeilijk. Ik had hiervoor, voor de opname had ik dit ook. En toen waren we al wat verder. Toen gingen die pion echt vet snel naar je toe. Tap. Oké, we moeten nu zo snel mogelijk rennen. Zodat onze brandende hoofd geen brand meer vat. Oké, er komen weer piranha's aan. Moeten heel snel reageren. Die hebben we gepakt. Deze ook. En deze ook. Ik ben benieuwd of ik misschien de 1000 of 2000 punten of zo kan halen. En nu moeten we gewoon hier zorgen dat we een beetje recht blijven staan. Ho. Nee! Oh shit man, ik dacht echt... Oh, we hebben het nu wel... Nee, we hebben het niet gehaald. Iemand is gevallen. Oké, we hebben 1 leven eraf. Oké. Shit man, ik dacht echt ik heb hem. Maar dat was toch best wel lastig. Voor degenen die dit spel zelf wel eens hebben gespeeld... Die weten waarschijnlijk ook wel wat de lastige levels zijn. Of niet. Dit moeten we wel hebben. Ja, top. Alles mooi schoongemaakt. Hebben we nu een score boven de 1000. Maar nu moeten we wel redelijk snel spelen. Nou, deze ging ook goed.
Ja, op naar de 2000. Dat zou toch nice zijn. Oh, dit is trouwens vanwege Valentijnsdag nog. We moeten een hartje maken over het lijntje binnen de tijd. Vrij makkelijk. Ja, dit is dan weer een vrij makkelijke opdracht. Oké, de volgende. Ik ben benieuwd wat we nu krijgen. Nu wordt het wel echt lastig. Oh, donders. We moeten even een vuurtjes maken. Ja, en hier ook. En deze ook. Oké, top. 4 kaarsjes aangestoken. En nu staan er in één keer maar 2. Maakt niet uit. We hebben ze alle 4 aangekregen. Oh, dit is ook een lastige. Je moet alle chocolaatjes op de goede plek binnen de juiste tijd hebben. En... dat scheelde niks. Zag je dat balkje erboven? Dat scheelde echt heel erg weinig. 1500 hebben we nu. Oké, dit wil ook nog wel. Die balk daarboven gaat nu zo snel, jongen. Dat is echt niet normaal. Met 2000 punten, we komen eraan. Oh ja, nu moeten we alle blaadjes eraf plukken. Deze was dan weer vrij makkelijk. Sommigen denken, ja, dit is vrij vet lastig. En sommigen denken echt, easy game. Hold stop after the sign. Oké, oh, nee. Nee, oh, ik weet niet wat ik precies moest doen. Ja, soms weet ik gewoon niet hoe de opdrachten nog werken. Zoals deze ook, die heb ik nog niet eerder gehad. Deze weet ik wel, dus deze gaan we waarschijnlijk wel halen. Dit is gewoon een hartje. Maar we moeten wel snel zijn. Ja, we kunnen niet heel rustig dat lijntje volgen. We moeten een beetje tempo erin houden. Oké, maar deze hebben we gehaald. Ah, bad luck, krijgen we min 60. Move the cup. Oké, we moeten de cup verplaatsen. Op het moment dat hij goed is. Oké. Dus daar moeten we goed op letten. Wat er staat, moeten we uitvoeren. Oh ja, je hebt nu eentje met een... oh nee, shit! Je had 2 psycho's en 1 had je zeg maar zo'n panda. En op die panda moest je drukken. Oh, we hebben wel een nieuw record gehad. Dat wel. Maar helaas niet de 2000. Oké, we gaan zo meteen nog een potje spelen. En dan gaan we kijken of we de 2000 kunnen halen. Ondertussen spelen we nieuwe spullen vrij. Ik hoef geen extra rewards, dat hoef ik niet. Maar wat hebben we nu? We hebben nu een bankje! Je kan namelijk ook allemaal decoraties kopen. Oh, dat kan niet hier. Hier kan dat. Met coins, maar je kan bijvoorbeeld hier ook andere poppetjes selecteren. Je kan zelfs een baard selecteren, andere ogen. Je hebt echt van alles wat je kan, zeg maar, selecteren. Dus dat is op zich wel grappig. Hier een coole bril erbij. Dit ziet er echt niet uit. Hier nou, we doen gewoon echt van alles. Ja, dit ziet er echt niet uit. Nou ja, ik vind het helemaal prima. We gaan met deze even een potje spelen. Gaan we eens kijken of ik mijn record van net kan verbreken. En of ik nu wel de 2000 score kan halen. Maar dan zie ik jullie zo meteen als we voorbij de 1000 zijn. Want ik denk voorbij de 1000 moet wel lukken. Ja hoor, we hebben de 1000 score gepasseerd. Dus dat is wel erg lekker. We moeten nu gewoon hier aan vasthouden. Dit vind ik dan weer echt een heel makkelijk level. Ja, geen idee wat hier moeilijk aan is. Misschien als je wat verder bent dat het wel lastiger is. Maar we hebben alle 3 de levens nog. En we hebben... we hebben nu een score van dik boven de 1000. Want nu kregen we er nog wat bij. Faster. Oké, vanaf nu gaat het dus weer sneller. Even dit bloempje plukken. Geen enkel problemo. Dit was nog niet zo'n moeilijk level. Maar ja, het zijn vooral de levels die ik nog niet vaak heb gedaan. Die ik lastig vind. Oh, we moeten nu blijven vliegen. Door te drukken kunnen we blijven vliegen. Ja, volgens mij op het moment dat je crasht, word je gewoon onthoofd. Want dan draait het vliegtuig en dan gaat je hoofd er gewoon af. Oh, we moeten alle wespen doden. Oké, dat ging ook nog wel goed. We zijn nu al wel wat sneller, maar het is nog niet belachelijk snel. Oké, nu is het faster. We moeten draaien tegen de richting in. Zorgen dat hij niet dooddraait in de wasmachine. Oké, 1500 hebben we ondertussen bijna. Wat moeten we nu? Wat moeten we doen? Ik heb geen idee wat we moeten doen. Ja, we moesten daar een woord maken. Nou, maakt niet uit, dat kostte mijn eerste leven. Deze weet ik wel. Ik moet de volgende keer daarvoor iets beter op letten. Deze was ook precies op tijd weggetrokken, die beker. Dus dat is ook mooi. 2000 scoren, dat moet te doen zijn. Hold stop after the sign. Oké, nu... Oh, shit. Misschien moeten we al wat eerder stoppen hier. Als je te laat drukt, dat dan niet wil. Nou, dit kostte mij weer een leven, dus we hebben nu 1640 punten. Oké, deze gaat wel lukken. Ja, top. Dat zijn in ieder geval weer wat punten erbij. Nog 160 en we hebben het gehaald. Oh, dit is een lastige. Dit is een lastige. Heel rustig blijven staan. Niet te veel bewegen. En ja, top. Dat is ook gelukt. Oké, mooi. Nog 1 level en we hebben de 2000 gehaald. Oké, deze weet ik. Dus dit gaat ook wel lukken. Snel rondjes draaien. Ja, prima. Hebben we nu de 2000 gehaald? We hebben de 2000 gehaald. Hey. Oké, nu moeten we snel lijntjes trekken van de ballonnen. En, oh, dat ging net goed. Ha, die timer boven gaat nu zo snel. Oké, hier ging ik net af. We hebben dus 1 panda waar ik op moet drukken. Die we... Ah, hij was links. Ik was net te laat met drukken. Nou, uiteindelijk hebben we een score gehad van 2107. Wat ik wat mij betreft wel redelijk goed vind. We krijgen hair.
Dus we hebben nieuw haar gekregen. En je kan denk ik echt vet ver hier gaan. Ik ben benieuwd. Hoe ver zou je daar op dat trofeepad kunnen lopen? Bro, dit gaat echt oneindig door, heb ik het idee. Dit is niet normaal. Ik zit al helemaal aan het begin. En hoeveel zit je hier al? Dit is al in de miljoen gewoon. No way. Oké, je kan dus echt oneindig lang doorgaan hiermee. Dus voorlopig, als ik dit spel nog een tijdje wil spelen, dan ben ik er nog niet klaar mee. Hier is het einde. En dan zit je al over de 2,8 miljoen punten. Dat is belachelijk veel. Oké, nou daar gaan we voorlopig niet voor. Maar hey, het is wel leuk dat ik voor mijzelf in ieder geval een nieuw record heb gehaald. Als jullie hebben genoten, vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de Bouws Army kleding.